700.000 Palestijnen moesten vluchten toen de staat Israël werd opgericht, stelt de Protestantse Kerk in een artikel op haar website. Bij ons aan tafel Piet Vergunst, algemeen secretaris van de gereformeerde Bond binnen de Protestantse Kerk. Goedenavond meneer Vergunst. Goedenavond. Ja, u zette als reactie op dat artikel op uw eigen website dat u gevoelens van vervreemding had. Zeker. Uh, de voorlichting van de Protestantse Kerk heeft ons in die zin geraakt om een paar redenen. Het eerste is uh, dat wij juist deze week herdenken dat het 75 jaar uh, geleden is dat de staat Israël opgericht is. Ja. Als een teken van trouw van God. Uh, historisch feit. En dan is het als kerk juist je roeping om die verbondenheid met het Joodse volk. Uh, uitdrukking te geven, de onopgeefbare verbondenheid, waar de kerkorde van de Protestantse Kerk ook over spreekt. Uh, dat is uh, gebeurd uh, tien dagen geleden in een heel magere uh, felicitatie aan de Joodse partners met de nodige slagen om de arm. Ik heb van uh, uh, Joodse leidinggevende in Nederland begrepen dat dat als een heel halfslachtige uh, felicitatie ervaren is. En juist op dit moment. Uh, wordt er aandacht gevraagd voor de verdrijving van de Palestijnen in uh, Palestina 19, uh, tussen 1947 en 1949? Uh, ik vind het heel uh, onkies om dat juist nu aan de orde te stellen. Dat is één. Het tweede is. Dat dat gebeurt op een wijze waarin uh, Israël daar als de, ja, de verantwoordelijke uh, voor gehouden werd, ja. dat is een ja, misleiding van de historische realiteit. Ja, dus verkeerde tijd en verkeerde plaats, zegt u eigenlijk. En verkeerde dit, informatie. En verkeerde informatie om dit zo te doen. Maar u kunt toch niet ontkennen dat er in Israël tussen Joden en Palestijnen een probleem is. Zeker, en dat is heel complex. Uh, juist namens de Protestantse Kerk. Uh, ben ik één keer met uh, drie andere mensen naar Israël geweest. Ja. Tien dagen om uh, gesprekken te voeren met Joden en Palestijnen. Uh, en dan, ja, als je terugkomt dat is raar, dan denk je, nou, begrijp je het. Maar als je terugkomt is de ervaring niet alleen van mij, maar ook van anderen vaak dat je er soms nog minder grip op hebt want het is heel complex. Uh, het gaat hierom dat je. Erkent, en dat is een theologische notie, hè, dat is geen politieke voorkeur, maar een theologische notie die uit het Woord van God komt: dat Israël een bijzondere plek heeft in, de, in, in het heilshandelen van God in deze wereld, had en heeft. En dat geeft die onopgeefbare verbondenheid aan. Daarnaast is het waar dat de kerk ecumenische contacten heeft met kerken en christenen wereldwijd. En ten derde dat je een diakonale roeping hebt om ja, het leed... maar dat geldt ook voor Uina Oekraïne en dat geldt ook voor Nigeria... om uh, ja, werelddiaconaal handelen... het leed uh, van de mensheid uh, ja, te verzachten, te helpen oplossen. Maar die drie, die drie dingen, ja, dat zijn verschillende noties... en die moet je niet vermengen door in één adem over Joden en Palestijnen te spreken. Nee, nee, maar, uh, de, u, u zegt, ja, het Joodse volk is door God verkozen als zijn volk. Uh, vindt u dat de protestantse kerk dat genoeg... Naar buiten brengt, erkent? Uh, ik vind dat politiek, uh, de werkelijkheid die ons voordoet, uh, veelal vermengd wordt met die Bijbels, bijbelse noties. Uh, als ik terugkijk in de geschiedenis van de kerk zelf, dan is er in 1970 bijvoorbeeld, dat is een heel moment geweest... Uh, veel meer, veel sterker beleidend gesproken. Uh, in 1970 heeft de synode, toen de hervormde synode uitgesproken... Ja. dat de oprichting van de staat Israël, ook de staat... Hè, want er wordt nu vaak gezegd... wij steunen het Joodse volk en het land, maar niet de staat. Ja, hoe kun je Nederlander zijn, wel een volk zijn... en, je, en jij woont in een land, maar je mag geen staat zijn. Ja, dan ben je weerloos. Nou, als ik dan het woord antisemitisme val, uh, laat vallen... Hoe kan het Joodse volk een staat, een land en een volk, uh, een, 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 een volk zijn en een land hebben zonder ja. staat? Dat kan niet. Dat hoort bij één. Ja. Is, het, is het ook een, een stuk, uh, nou laat ik het onkunde noemen, want je ziet dat de interesse voor, uh, voor, voor Israël, voor wat er in het Midden-Oosten gebeurt, zeker bij jongeren afneemt? Ja, als het gaat om leidinggevende in de kerk uh, verantwoordelijke, ook in de dienstorganisatie, is er geen sprake van onkunde, dan is het van keuze. Ja. Uh, wat wel uh, het geval is door ja, veelheid aan factoren, maar door de politieke realiteit, door de voorlichting van seculiere media, waar halen jongeren hun nieuws vandaan, vanuit hun telefoon, de site van de NOS, noem eens wat, uh, waar Israël vaak uh, in het beklaagde bandje zit, is de liefde voor Israël, die ik in mijn jeugd heb meegekregen, niet, uh, niet automatisch aanwezig, ook in christelijk Nederland niet. Ja. Dus vandaar dat het heel belangrijk is dat in gezinnen, in, in kerkelijke gemeenten, uh, op christelijke scholen, uh, daar aandacht voor is. Zeker. Ja, hoe, hoe kun je dat doen? Uh, ja, zelf hebben wij dat juist rond het 75-jarig bestaan gedaan door een uh, publicatie uit te geven, Eigendom van God, en de ondertitel is: onze relatie met Israël toegelicht voor een nieuwere generatie. Ja. Niet een boekje voor jongeren, maar wel de twintigers, de dertigers, de veertigers, dat ze ook, ook ontdekken dat God trouw is. Want kijk, uh, Israël is niet zomaar ja, een toevalligheid, maar dat de Heere God zijn woord aan Israël gegeven heeft. En dat tot de dag van vandaag gestand doet, dat zegt iets over wie God zelf is. Ja. Ook in, in jouw en in mijn leven en in het leven van, nou ja, van, de, van, de, van de mensen in de kerk. Dus het is uh, belangrijk voor hoe wij naar God kijken... Ja. Uh, en hoe ook we ook naar, naar Israël kijken, dat, dat leert ons zien wie de Heere God is. Maar bent u niet bang dat u door zo'n boekje uit te geven en door informatie te geven. de, de kerk en de staat met elkaar gaat vermengen? Nee. Uh, je mag als vriend van Israël zeker ook kritisch zijn op de politieke situatie. Ja. Ook ja, het laatste, het zesde kabinet waar aan jou mee bezig is. doet best dingen die ook in Israël zelf voor polarisatie uh, zorgen. Ik vind het een heel belangrijk woord uit Ezekiel 36. Maar de heren zijn keuze voor Israël uh, onderbouwd. daar zegt hij... ik doe het niet om uwentwil, maar om mijn heilige naam die u ontheiligd hebt. Dus terwijl Israël, ook toen al, in de tijd van Ezekiel, de Heer verliet, de afgodendiensten diende... blijft God toch trouw. Ja. En dat is de diepste basis. Ja. En dat willen we ook in deze publicatie... Ja, want doen. eigenlijk is de toekomst van het land is in de Bijbel voorzegd. Ja, zeker. Jer ja. Jeruzalem, zal, ja... Uh, Jeruzalem is een lastige steen, zal een lastige steen blijven, zegt Zachariah. Gods weg met Israël blijft een geheimenis, dus het blijft iets wat wij de vinger niet op krijgen. Hoe kan je de liefde van een man tot zijn vrouw ontrafelen? Hoe kan je de liefde van de Heere God voor zijn volk Israël voor de ontrafelen? Dat kan je niet, maar het is, het is wel een geheimenis, maar het is geen geheim. Want de Bijbel zegt dat het is een geheimenis is dat bekendgemaakt moet worden, zodat wij niet. Ja, hoogmoedig worden door ja. als kerk op de plek van Israël te gaan zitten. Ja. U bent secretaris van de, van de GFM-bond, de een stroming binnen de Protestantse kerk. Hoe gaat u uw geluid, wat u hier aan tafel vertelt, verder opbrengen? Ja, Wij kunnen waar mogelijk voorlichting geven in de gemeente. Wij voeren ook gesprekken met het geheel van de Protestantse kerk. Ik ja. heb ons boekje ook toegestuurd naar het Moderamen van de Synode. Uh, de, de Protestantse kerk is zelf bezig met een update van haar visie op het Midden-Oosten. Die dateerde uit 2008, maar er is in 15 jaar. Zoveel in het Midden-Oosten gebeurt. Maar ook allerlei Israël-commissies in de gemeente zijn vergrijst. Uh -huh. uh, dus, dus de liefde voor Israël uh, moet er ook. Dus daar is de kerk zelf mee bezig, dat die liefde voor Israël levend wordt. Ja, dus weer ook die jongeren erbij Ja, zien te halen. en die middengroep, qua leeftijd, zeker. Uh, en uh, nou, uh, daar willen wij ook zeker ons steentje aan bijdragen, waar mogelijk. Ja. En dit gesprek dient hiertoe. Ja, dat, dat begrijp ik. Uh, maar hoe voorkomt u dat een volgende keer uh, de Protestantse kerk. Ja, dat u eigenlijk die weer op de vingers moet tikken. Ja, ik voorkom niks. Uh, de kerk heeft 1,6 miljoen leden. Uh, wij kunnen niet anders dan dit, in dit geval, dit tegengeluid mm -hmm. laten horen. Maar liever hebben we een, een positief geluid door zelf uit te dragen, wat we dus met deze, dit boekje ook deden. Zelf uit te dragen wat wij in de Bijbel geleerd hebben over Godsweg met Israël. Ja. En, en wat staat er in die Bijbel, uh, in onze Bijbel, over de positie van Joden en Palestijnen? Ik zou in dit geval willen zeggen dat Israël het land van God gekregen heeft. Het blijft het land van God. Als een eeuwigdurende bezitting om, om te laten zien. Wie hij is. Dus niet om zelf mee aan de gang te gaan. Dus het is ook een spiegel voor Israël. Israël heeft het land ontvangen om recht en gerechtigheid te betrachten, zoals dat in bijbelse taal klinkt. Ja, dat wil zeggen om, uh, om ook een veilige uh, plek te zijn voor iedereen die daar woont. Dat ja. is de roeping van Israël. Ja. En in 1970 heeft de Hervormde Synode uitgesproken dat het feit dat, ze, dat de staat Israël er gekomen is, een nieuwe kans voor Israël is om dat te laten zien. Dat is een vraag. Dat is een vraag. Uh, aan Israël. Maar die, die kans moet ze wel krijgen door niet alle energie en financiën aan haar eigen veiligheid uh, te moeten spenderen, omdat de, Joodse leid, de Palestijnse leiders, ja. dat weten we, ja, gericht zijn op de vernietiging van de staat Israël. En daar, dat, dat uh, fundeert ook dat, dat militaire optreden van Israël, waar ook slachtoffers bij vallen. Ja, dus een kans voor Israël, zegt u eigenlijk, maar een opdracht ja. voor de kerk, voor ons. Uh, een roeping voor Israël zelf, ja. om in haar eigen land recht en gerechtigheid te beoefenen. Ja, en het is, uh, lees Romeinen 9 tot 11, dat is een roeping uh, voor de kerk... om uh, ja, te bidden voor de bekering van de Joden... Dat, uh, dat hun ogen opengaan voor hun eigen Messias, de Messias van Israël, de Heer Jezus. Ja. Dank voor dit gesprek, Piet Vergunst, secretaris van de Grifmede Bond binnen de Protestantse Kerk.